Burgemeester Bruls heeft geen goed woord over voor de demonstranten die zaterdag Stadsbrug de Oversteek urenlang blokkeerden. Echt blokkeren van de samenleving, want dat is wat je doet natuurlijk als je een brug zo tegenhoudt. Geeft alleen maar onbegrip, denk ik. En verder in het nieuws vandaag, na alle onrust in het college van Overbetuwe stapt er nu nog een wethouder op. En Vierdaagse Feesten maakt programmering bekend voor komende editie. Afgelopen zaterdag hebben demonstranten van Extinction Rebellion de Stadsbrug de Oversteek bezet. Het protest kwam voort uit een mogelijke nieuwe gascentrale in Nijmegen. Zaterdagmiddag rond 12 uur blokkeerden enkele tientallen demonstranten van actiegroep Extinction Rebellion hier de toegang tot Stadsbrug de Oversteek. Een deel van hen had zich vastgemaakt aan de meegebrachte ijzeren vaten. Aanwezige agenten probeerden de groep tegen te houden, maar dat had geen succes. Burgemeester Bruls had de actie eerder deze week al verboden en was ook niet te spreken over de uiteindelijke actie. Ik vind zelf nog het meest wonderlijke dat eigenlijk niemand het meer heeft over de aanleiding. Want de eigenlijke demonstratie in het centrum van de stad, daar zijn maar 60 mensen op afgekomen die voorbeeldig verlopen hebben. Daar reizen niemand het over, daar gaat ook niemand heen. En het blokkeren van de samenleving, want dat is wat je doet natuurlijk als je een brug zo tegenhoudt, geeft alleen maar onbegrip, denk ik. Maar goed, dat is aan de demonstranten. Rond 2 uur waren alle demonstranten losgemaakt en afgevoerd. Volgens omstanders zijn alle demonstranten aangehouden. Afgelopen vrijdag maakte René Post bekend aan de gemeenteraad van Overbetuwe dat hij per direct stopt als wethouder. Collega en partijgenoot Dimitri Horsthuis-Stangeler stapte 2 dagen daarvoor ook al op als wethouder. Toen liet burgemeester Hoijtink Ruilbos nog weten door te willen gaan met een college van 4 wethouders. Maar of dat nu met 3 personen nog steeds een optie is, is sterk de vraag. Het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe bestaat nu nog uit slechts 3 wethouders, de burgemeester en de lokale gemeentesecretaris. Vanmiddag om 2 uur was er een spoedvergadering om te overleggen hoe de gemeente Overbetuwe nu verder gaat. De uitslag hiervan is nog niet bekend. Gemeente Overbetuwe komt nog voor een fikse klus te staan. Vorige week woensdag gaf wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelde nog aan per direct te stoppen als wethouder voor de gemeente. Slechts 2 dagen later stapte René Post ook per direct op als wethouder. Hierdoor is het aantal wethouders van gemeente Overbetuwe bijna gehalveerd in een week tijd, wat ongetwijfeld gevolgen zal hebben. Welke gevolgen dit zullen zijn, zal waarschijnlijk in de loop van de week duidelijker worden. Vrijdagavond heeft burgemeester Willem Gradissen na 12 jaar afscheid genomen van de gemeente Mook en Middelaar. Gradissen staat bekend om zijn muzikale optredens en heeft zijn burgemeesterschap op een passende manier afgesloten met een avond vol muziek. Na 12 jaar neemt burgemeester Willem Gradissen afscheid van de gemeente Mook en Middelaar en haar inwoners. En dat doet de zingende burgemeester natuurlijk met een muzikaal feest. Ja, het is fantastisch. Ik had hierom gevraagd. Dat wil zeggen, als je dat vraagt, hoef je dat niet te krijgen. Maar ik had gevraagd voor de eigen inwoners om dat te doen in de vorm van een muziek, een feestavond. En ik mag zelf ook een paar keer meedoen, dus het wordt helemaal leuk. Een avond vol muziek en lovende woorden voor het burgemeesterschap van Gradissen. Echt betrokken bij de inwoners, altijd aanwezig in goede en in slechte tijden. En dat is tegen iets wat hem kenmerkte ook. 12 jaar lang heeft hij echt kleur gemaakt van de gemeente. En dat is echt denk ik wat we met z'n allen gaan herinneren ook aan die 12 jaar. Nou, ik kan hem me vooral herinneren als iemand die met carnaval te maken had. Hij kwam hier vanuit het rivierengebied en wist natuurlijk niets van carnaval af. Het Tiel, dat is heel ver weg als het om carnaval gaat. En een van de eerste dingen die hij deed was mij opbellen en zeggen, goh, hoe werkt dat eigenlijk, carnaval? Kun je me daar iets over vertellen? En dat was eigenlijk het begin van onze samenwerking. Voor heel veel mensen en voor heel veel verenigingen het gezicht van de gemeente was. Want of je nou bij de scouting zit zoals ik, of bij de voetbalvereniging, of bij Molhoekdag of waar je ook kwam. De burgemeester
ja, vertegenwoordigde altijd de gemeente en op een vrolijke en een leuke manier. Geen zware, moeilijke dingen. Dat hield hij gelukkig voor de gemeenteraad en voor de politiek. Maar voor ons mensen, ja, was het altijd een vrolijk iemand en die meelevend was en belangstellend voor je was. Dus hele lieve woorden, kaarten, die mocht ik nog niet lezen, maar die ga ik, daar heb ik de komende dagen de tijd voor, dus dat ga ik doen. Voor Gradissen is het ook een emotioneel afscheid. Ik heb nog niet het evenwicht, maar verstand begrijp het. Kom einde aan, ook verstandig, je wordt 70. Maar mijn gevoel hobbelt er nog helemaal achteraan, dus dat is absoluut nog niet een evenwicht. Dus dat moet nog komen. Eind deze week wordt er een tijdelijke noodopvanglocatie geopend voor 400 personen in Nijmegen-Noord. De locatie bevindt zich ten zuiden van de Oosterhoutse Plas tussen de Griftdijk en het spoor. De gemeente zal zorgen voor 24 uur toezicht en beveiliging. Komende vrijdag komen de eerste bewoners op de nieuwe noodopvanglocatie hier in Koudehoek in Nijmegen-Noord. Deze tijdelijke noodopvanglocatie zal plek hebben voor zo'n 400 personen. Ondanks de spreidingswet heeft het COA nog steeds te weinig opvangplekken voor vluchtelingen in ons land. Dat komt volgens de gemeente Nijmegen doordat veel gemeenten nog geen opvanglocatie hebben en sommige gaan sluiten, zoals in de Winkelsteeg. De locatie zal voor 1 jaar beschikbaar zijn om de druk op Ter Apel af te nemen. Na 1 jaar zal de noodopvang sluiten en plaatsmaken voor woningen. In Wijchen is zondagmiddag een zwaar gewonde gevallen door een steekincident. Het slachtoffer werd in een tuin van een woning aan de Kraaienberg gevonden, meldt de politie. De hulpdiensten kregen rond 2:30 een melding over een zwaar gewond persoon. Die werd meteen per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De straat werd na het incident afgezet. Wat er precies is voorgevallen is nog onduidelijk. De politie meldt wel dat een man is opgepakt als verdachte. Het programma voor de Vierdaagse feesten is vandaag bekendgemaakt. Grote en minder grote namen zijn aangekondigd voor het grootste gratis festival van Europa. Ook zijn er een aantal wijzigingen ten opzichte van vorig jaar om de feesten nog ietsje beter te maken. Over iets meer dan een maand stroomt Nijmegen weer vol met bezoekers voor de Vierdaagse en de Vierdaagse feesten. Vandaag is het programma bekendgemaakt en waar het meeste hetzelfde is gebleven, zijn er ook wat verschillen ten opzichte van de editie van vorig jaar. Zo op plein 44 bijvoorbeeld. Nou, dit jaar weer plein 44, terug van weg geweest. Vorig jaar was er in ieder geval niet de organisatie zoals we die gewend zijn. En dit jaar, komend jaar wel weer, met een overkapping. Dus dan sta je tijdens de feest in ieder geval droog. Aan die kant komt het hoofdpodium, zoals eigenlijk altijd al was. Maar dit jaar als toevoeging komt hiernaast nog een kleiner bijpodium, waar wat kleinere programmering neergezet kan worden. Weer een podium op het plein dus. Daar zullen verschillende tribute bands staan, zoals ABBA Gold Europe, de Soulful Sessions en de Top 2000 van Nijmegen. Op de Waalkade zijn ook veranderingen doorgevoerd bij Smaakmarkt. Aan deze kant heeft Smaakmarkt altijd de podia staan en de bekende eettentjes. Aan deze kant blijven nog steeds alle picknicktafels en eettentjes. Daar blijft nog steeds het podium. Maar in deze bocht komt straks ook iets en niet alleen maar een looproute. Dus eigenlijk gaan ze deze hele straat nu benutten met eettentjes, dus waar Smaakmarkt zo bekend staat. Lekkere zitplekjes en een klein podium waar bandjes en andere akoestische kleinere kunsten op kunnen optreden. Naast het podium bij Smaakmarkt staat er nog een ander groot podium op de Waalkade. Matrix Live aan de Kade pakt uit met Frans Bauer, Roxy Dekker, Venga Boys, Marco Schuimaker en de Snollebollekes. Aan de overkant van de kade heb je Stadseiland Stek, waar komend jaar ook een andere programmering is. Nou, bij Stadseiland Stek, dat komende zomer aan de overkant geprogrammeerd wordt, krijgt een aantal veranderingen. Zo komt er aan de rechterkant, met de rug naar de huizen toe, komt er een stage bij. Dus het poppodium door Roosje gaat daar eigenlijk de hele programmering doen. Dus daar zal veel meer pop op geprogrammeerd gaan worden en bekende artiesten met nieuwe muziek komen. Op het Stadseiland staan ook een aantal grote namen, zoals Wies en Prinses en de Geit. Het zal ook een stuk makkelijker bereikbaar zijn door middel van een pontje dat zal varen tussen de kaai en het eiland. In het Kronenburgerpark zijn ook wijzigingen doorgevoerd, waardoor er meer ruimte is voor publiek en minder geluidsoverlast voor omwonenden. Het Baby and Child Research Center in Nijmegen bestaat dit jaar 25 jaar. Om dit te vieren was er zaterdag een festival voor de kleintjes. De hele dag waren verschillende activiteiten voor kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders.
Binnen 4 dagen waren ze helemaal volgeboekt met 700 aanmeldingen voor het festival voor de kleine kinderen en hun ouders die bijdragen aan het onderzoek in het Baby and Child Research Center in Nijmegen. Met verschillende activiteiten werd het 25-jarig bestaan gevierd. Zo stond er een springkussen, waren er verschillende voorstellingen en werden er gratis poffertjes uitgedeeld die bij zowel de jonge bezoekers als de papa's en mama's goed in de smaak vielen. Ik heb eigenlijk alleen maar positieve reacties gehoord. Ja, dus volgens mij vinden ze het allemaal heel erg leuk. Af en toe een huilend kindje, maar goed, dat hoort erbij. De 25e verjaardag van het Baby and Child Research Center werd bijna vergeten. Afgelopen jaar kwamen oplettende medewerkers van het onderzoekscentrum erachter dat het in 2024 exact 25 jaar bestaat. Het besluit om het grootste vieren voor ouders en kindjes die bijdragen aan het onderzoek was gelijk genomen. We hebben voor de ouders praatjes geregeld van onze hoofdonderzoekers. Over bijvoorbeeld ontwikkeling van de kinderen of taalontwikkeling. Zodat de ouders ook een beetje kunnen kijken wat dat bijdragen aan onderzoek nou eigenlijk uiteindelijk oplevert. Ouders geven aan onder de indruk te zijn van de goede organisatie van de viering. De afwisseling van theater en onderzoeksactiviteiten wordt gewaardeerd. Evenals de goede bewegwijzering en begeleiding. De activiteiten zijn zowel informerend als feestelijk. Ja, ik ben net bijvoorbeeld bij muziek en dans geweest. En dat is dan een besloten activiteit met ouders en kinderen. En die zitten zo in een U-vorm om degene heen die viool spelen en dansen. En dat begint heel rustig en dat wordt dan helemaal mooi opgebouwd. En op het einde van de activiteit zijn alle kinderen en ouders mee aan het dansen. Ook waren er veel kleintjes lekker aan het knutselen en actief bezig. Sommige kinderen konden zelfs nog hun handen en voeten vuil maken door met meerdere ledematen te schilderen op een groot vel papier. Ik ben heel trots dat we dit met z'n allen als team hebben kunnen doen. Het is best wel wat om een festival voor zoveel mensen met beperkte handen in elkaar te zetten eigenlijk. Hè? We zijn niet zo'n ontzettend groot team. Maar iedereen heeft dat met zoveel liefde en inzet willen doen eigenlijk. Er zijn hier ook alleen maar vrijwilligers. Dat is heel mooi dat je dat als team met z'n allen kan doen. Afgelopen zaterdag vond de 4e editie van de Emilia-loop plaats in Wijchen. De loop ontstond in 2019, maar kon de 2 opvolgende jaren vanwege de coronapandemie niet doorgaan. Dit jaar is de Emilia-loop net wat anders aangepakt. De hardloopwedstrijd is vernoemd naar Emilia van Oranje-Nassau. Deze hertogin kocht in 1609, na een ruzie met haar broer Maurits om de erfenis, kasteel Wijchen van de weduwe Geertruid van Dalem. Op de oude fundamenten werd een nieuw kasteel gebouwd. Het huidige uiterlijk is een ontwerp uit die tijd. Emilia van Oranje-Nassau was zelf ook aanwezig bij de Emilia-loop om de hardlopers aan te moedigen. Vandaag zijn we met z'n allen bijeengekomen bij ons prachtige kasteel in Wijchen om een mooie hardloopwedstrijd te organiseren. Ik ben hier om iedereen te verwelkomen bij mijn huis, bij mijn kasteel. Zodat iedereen zich warm en welkom voelt om vervolgens een lekker stukje te rennen. Dus iedereen is super enthousiast, we hebben een goede aanloop. Dus zeker een mooie locatie. De Emilia-loop is een gezellige dorpsloop. Een hardloopwedstrijd die 4-5 keer door het centrum van Wijchen komt. Samen met de horeca zoeken we de gezelligheid, de verbinding op. Deze loop is voor iedereen. Van kinderen van 4 jaar tot... Er zit eigenlijk geen grens aan. De jongste is dit jaar ook daadwerkelijk 4 jaar. De oudste die deelneemt is 71. We hebben een nieuw record. Daar waar we vorig jaar nog aan ongeveer 450 deelnemers zaten, zijn we dit jaar de 500 gepasseerd. Daarvan ongeveer 150 jeugdleden. Jeugdleden mochten dit jaar voor niks meelopen door een hele gulle sponsor. Ook om op die manier de sport voor de jeugd te stimuleren. En dat betekent dus nog 350 volwassenen vanaf 12 jaar. Ik geloof dat je 2 winnaars hebt staan. Gefeliciteerd. Vertel, wat heb jij gelopen? Welke afstand? 2,5 kilometer. Ja, en hoe vond je het gaan? Goed. Ja, was het moeilijk? Nee, viel wel mee. Nee, stond er een beetje publiek? Ja. Ja? En jij hebt ook de 2,5 kilometer. Ja. En hoe vond jij het gaan? Ja, leuk. En had jij je persoonlijke record? Ja. Ja, want wat is je persoonlijke record? Ja, ik heb nog nooit 2,5 kilometer gelopen. Maar liep wel lekker. Ja. Ja, wat was je eindtijd? 9 minuut 12. En jouw eindtijd? 10 minuut 19. En heb jij hem al wel eerder gelopen, de 2,5 kilometer? Nee, ik heb wel een keer 2 kilometer gelopen. Na een grijze maandag zal ook dinsdag de zon spaarzaam zijn met schijnen.
De dag begint droog, maar in de loop van de middag trekt er vanuit het westen een gebied met buien over de regio. In de avond klaart het weer op. Overdag wordt het maximaal 20 graden, 's avonds nog zo'n 15 graden. Ook woensdag krijgen we weer een gebied met buien over ons heen. Daar kan bij tijden aardig wat neerslag uitvallen. Verderop in de week blijft het meer droog en is er ook vaker ruimte voor de zon. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van maandag 3 juni. Morgen zijn we er natuurlijk weer en in die uitzending zie je onder meer dat ProRail uitlegt wat ze de komende jaren allemaal gaan doen om station Nijmegen klaar te maken voor een toekomst met meer treinen en meer reizigers. Graag tot dan!